Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en het is trouwens ook heel lang geleden dat ik überhaupt heb gevlogd. Maar we gaan vandaag iets heel leuks doen, want we gaan de eerste vlogger ontmoeten. Hij heet Gerard, hij woont in Rijssen en meer ga ik nog niet vertellen. En oh ja, nog een leuk nieuwtje, dat weet Gerard helemaal niet. Maar Gerard gaat de vlogger worden van Punt Uit. Weet hij zelf nog niet? Hij denkt gewoon dat het een kennismaking is en dat hij een van de zoveel is, maar hij gaat het gewoon worden. Dus dat ga ik hem zo meteen vertellen, maar nu eerst op naar Rijssen. Nou, we zijn onderweg naar Rijssen. Hier val je bijna van de wereld af zo ongeveer. We zitten over lang, zitten we in de auto, man? Nou, 35 minuten. Oh, oké, dus we hebben nog ongeveer 25 minuutjes te rijden. Dus ja, nou, op naar Gerard. Goedemorgen. Nou, vandaag is de grote dag. Caroline komt langs. En ik heb vanochtend maar eventjes mijn kantoor een beetje opgeruimd. Je moet wat doen als je aan het wachten bent. En het is echt nog wel heel vroeg, want het komt pas om 11 uur en het is nu 9:15. En ik voel me eigenlijk nog niet echt zenuwachtig. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Nou, inmiddels is het 10 uur. Dus het komt al dichterbij. Ik heb nog even gewerkt. En ik heb nog even wat klaargezet, want een hobby van mij is met de Lego bezig zijn, om zelf gebouwen te bedenken en te maken. En dat wou ik ook even samen met Caroline doen, of tenminste daar even mee verder. Ik zal het even laten zien. Hier ben ik nu mee bezig. Nou, zoals je ziet, dit gedeelte is al bijna af. En hier is de bedoeling dat nog een vrij hoge toren opkomt. Maar dat gaan we nu niet doen, dat is iets te lastig. En hier komt nog een schuur. En daarmee kunnen we even Caroline's Lego skills testen. Dat is misschien wel leuk om samen te doen. Zo heb ik even klaargezet. Ja, en als het niet kan, nou ja, dan kan ze de bestrating nog aanleggen, want daar is ook nog genoeg in te doen. Nou, omdat ik me anders ga vervelen of zenuwachtig word, ga ik lekker even orgel spelen. En dan kan ik ondertussen mooi naar buiten kijken en in de gaten houden of ze eraan komt. Ideaal. Nou, ik had dus de auto geparkeerd waar het niet mocht, maar daar zijn we in ieder geval. Ik vind het knap dat je daar kan parkeren en nog uit kan stappen. Erg, hè? Maar goed, we zijn er. Dankjewel. Nou, ik zit er helemaal klaar voor. En Gerard heeft het vlog al helemaal onder de knie. Het is briljant. Ja. Dit zijn alle stukjes. Nou, nog lang niet allemaal. Oh! En daar zit heel veel. Mega joh. Wat gaan we doen? Wat moet ik doen? Nou, we doen het wel even een beetje samen. Nou, wat de bedoeling is dat hier een dak op komt. Ja. Een schuin dak. En als ik jou een paar dingen laat zien, dan snap je het waarschijnlijk zelf wel verder. Hey, maar vertel eens even, hoe ziet jouw thuissituatie eruit? Woon je nog thuis? Of heb je broers en zussen? Ik woon thuis. Ja. En ik heb één oudere broer, die woont ook nog thuis. Wat gezellig. Ik heb een jonge broertje en die woont ook nog thuis. Leuk. En dan dus mijn beide ouders. En kijk hoe goed dit gaat. Ja, dit is 10 druk. Dus we wonen met z'n vijven in dit huis. En ik heb ook nog een oudere zus en die is verstandelijk beperkt. Dus die woont in een instelling. Oké. Hoe kwam jij op het idee om te gaan vloggen? Soms vlog ik al, maar dat kan je niet echt vloggen noemen. Maar dat is meer omdat ik in een klein vriendengroepje zit. Waar iemand wat verder weg woont. En dan houden we elkaar via vlogjes op de hoogte. Dus dat vind ik best wel leuk om te doen. Ja. Maar het was eigenlijk vooral dat ik al heel vaak jouw vlogs heb gezien. En dat ik dacht, dat lijkt mij ook leuk om te doen. Kijk, nu gaat het dus mis. Dit is dus wat ik constant misdoe. Nou, ik had dus deze gehaald. Het koffiezetapparaat, precies kabaal. Lekker. Hoor je even. Ik wou eigenlijk kleine eenpersoonshartjes halen, maar die hadden ze niet.
Dus deze kunnen we misschien wel door de helft doen. Een gebroken hart. Gebroken hart, ja. Hé, hey, maar super lekker. Heerlijk. Dit. Ja, is het... dat? Ja, komt dit echt typisch dan uit rijsen? Ja, dat is, klopt. Dat is typisch rijsen. Dat is speculaas en dan een laagje glazuur erop. Ja, en dan botercrème. Ik heb ze laatst ook zelf gemaakt, maar daar had ik nu geen tijd voor. Oh, maar dit is heerlijk, joh. Super. Ja. Smaakt dit een beetje? Zeker. Ja? Ik ben benieuwd wat je van het hartje vindt. Ja, ik ook. Die gaan we eens even testen. Nou, geniet ervan. Dat gaat goed komen. Dat hoop ik. Goed gekeurd? Nou, gelukkig. Dan ga ik het zelf ook maar eens even proberen. Echt wel lekker. Nog niet vaker gehad, zoiets? Eerste keer? Nou, ja. Valt best goed. Kunnen ze wel een reizen. Ik heb net aan de auto al gezegd dat je hier bijna van de wereld afvalt. Nou, dat valt nog wel mee. Jongen, jongen. Jammer dat jullie zijn gezicht nu niet kunnen zien. Nou, de tafel wordt gedekt, want wij gaan lekker even eten. Zo, de broodjes. Oh, wat heerlijk. En ondertussen gaan wij wat leuks doen, namelijk kletspots. Misschien kennen jullie het wel. Er zitten leuke vragen in. Op die manier kunnen we Gerard wat beter leren kennen. Wat is het belangrijkste wat je van huis uit hebt meegekregen? Dat is toch wel... respectvol omgaan met iedereen en vooral geen vooroordelen hebben, zeg maar. Ja, ik heb nog een vraag voor je, hij ligt hier niet. Zou jij de nieuwe vlogger willen worden? Jazeker. Ja? Heel graag. Dan kan ik je bij deze goed nieuws brengen. Je bent het geworden. Echt? Ja, echt waar. Wat dan? Maar ik, je ging toch nog naar nog iemand? Ik ga inderdaad naar nog iemand en dat is het tweede nieuwtje. Het worden er twee. Ah, oké. Wat leuk. Nou, dat was hem. Wij gaan nog eventjes even zorgen dat de auto er goed uitkomt. Ja, dat is even beter. Dus Gerard gaat zijn auto even aan de kant rijden, zodat ik deze recht achteruit kan rijden. Nou, wil je nog wat zeggen? Een afsluitend woordje tegen de kijkers? Ik vond het echt superleuk. En ja, als het goed is gaan de kijkers mij natuurlijk veel vaker zien. En dat lijkt me echt heel leuk. En ik ben ook echt wel benieuwd naar jullie inbreng. In wat ik zou kunnen doen of laten zien. Ja, dus laat echt eventjes weten. Ja. Daar zijn we benieuwd naar.